Hoogtij is de culturele route van Den Haag. En die vindt 4 keer per jaar plaats op vrijdagavond. Van 7 tot 11 in de binnenstad van Den Haag. Dit is de 19e Hoogtij. Het is nu 4 keer per jaar. Het was een aantal malen 6 keer per jaar. Dus het bestaat al een aantal jaar. Het is eigenlijk een voortvloeisel van de Haagse Rondgang, zo heette het eerst. Niet elke galerie kan meedoen. Ten eerste moet je een galerie of initiatief, het zijn niet alleen galerieën die meedoen. Moet zich in de binnenstad bevinden. En ten tweede ligt de nadruk van de deelnemers van de Hoogtij op de meer hedendaagse kunst, dus experimenteel, vernieuwend. Hoogtij, dat is eigenlijk begonnen toen er meerdere initiatieven en galerieën op dezelfde avond een opening hadden. En toen hebben ze besloten om de krachten te bundelen, zeg maar, zodat mensen van opening naar opening konden lopen. En nu is Hoogtij er om de drempel die veel mensen nog hebben om naar een galerie of initiatief te gaan weg te nemen. Er zijn aantal honderd mensen zijn er op de been, dus het is heel makkelijk om ergens binnen te stappen en even te kijken wat er gaande is. Komen er veel mensen? Nou ja, dus een aantal honderd nu. Het bezoekersaantal loopt steeds op, dus dat is hartstikke leuk. Maar de publiciteit, gaat die goed? Ja, gaat hartstikke goed. Ik schrijf en verstuur zelf de persberichten en hou de website bij. We hebben een Facebookpagina. Mensen kunnen inschrijven op de nieuwsbrief, mailing@hoogtij.net. Dan worden ze automatisch op de hoogte gehouden en nou, dat gaat gewoon heel goed. We krijgen veel aandacht. Dus dat is mooi. Zelf nog iets te vertellen over Hoogtij? Ja, komen. De volgende Hoogtij is 12 februari en de keer daarna 28 mei. En het wordt vast weer een heel mooi programma. Waar kunnen ze de folder halen? De folder die ligt dan weer 12 februari, zeg maar vanaf begin februari klaar bij alle deelnemers. In ieder geval hier ook op de Vrije Academie. Responsive Environment, Hoogtij. Mijn naam is Arno Scheper. Ik heb deze sculptuur samengemaakt met Offer Smilanski, Wolfgang Bittner en Jeroen Uithalen. Ze zijn allemaal oud-studenten van de interfaculteit Beeld en Geluid hier aan Den Haag. En we werken nu zelfstandig. We hebben verschillende elementen uit ons eigen werk gecombineerd. En nou, daar is deze sculptuur uitgekomen, zeg maar. Dus iedereen moet er maar van maken wat hij er zelf van vindt. Kijk maar binnen. De manier waarop ik naar dit werk heb gekeken zelf, de eerste keer dat ik hier was, was het een anarchistisch statement over hoe mensen werken en hoe ze deze werktijd eigenlijk anders zouden kunnen benaderen. En het werk confronteert de mensen heel erg met het gegeven tijd en met de acties die ze in hun dagelijks leven ondernemen. Door middel van een soort van uitzendbureau
motiveert Bob mensen om aan het werk te gaan. En dan bij het baantje of het werk wat ze kunnen vinden, kunnen ze dan de mogelijkheid gebruiken om een artistieke expressie te maken. En die kunnen ze opsturen naar een website. En daar wordt een soort database gemaakt van al die werken. En dat is eigenlijk het kunstwerk. And then there was many lights, different lights in the window. The girl was working at the Shell gas station. And then she decided that when she works, she will turn off the S sign. So then it turns the thing in hell. And then she worked like that for 1 year in close to London in UK. This is a coffee cup to Zord. This is the McDonald's job, the post-it, the space war, the atomic bomb. Huh? Ik ben Benjamin Kazachenko en ik heb hier een werk gemaakt. In feite valt het te zien als een soort van grot tekeningen. Voor mij vergelijkbaar met Lacroix, grot schilderingen. Dus dat die traditie blijft voortbestaan. Alsnog, het blijft een mysterie zoals die werken toentertijd gemaakt werden. En misschien mensen daar bedoelingen bij hadden. Nu kunnen we het nooit meer achterhalen. Dus we kunnen speculeren. Maar eindstand kunnen we niet duidelijk vertellen waar het over ging. Het zijn eigenlijk een soort van onbewuste beelden wellicht die voortkomen uit het werk. Het is niet echt heel uitgedacht. Gewoon intuïtief. Graag iets geven van mezelf of van mensen iets een beeld geven waar ze over kunnen nadenken. Dus ik probeer niks te forceren. Ik ben Paul van der Donk. Ik ben uitgenodigd om hier in Bed Elsen te exposeren. De ruimte die ik heb gekregen, die was bij Today's Art gebruikt voor een beamerprojectie. Dus de ruimte was eigenlijk al helemaal zwart geschilderd toen ik hem kreeg. En ik heb eigenlijk geprobeerd om aan de ruimte vrij weinig te veranderen. En met het zwart van de muren dus eigenlijk mijn afbeelding te maken. Dus ik heb twee wandschilderingen proberen te maken. En het idee is eigenlijk een beetje een zwart gat dat je aanvoelt komen. Of als het ware een depressie of een iets mindere periode die je aanvoelt komen. En dan het moment... voordat het gaat gebeuren. Dat is eigenlijk een beetje het uitgangspunt van mijn werk. En dan heb ik dus eigenlijk twee werken op de wand geschilderd.
En nog één wandsculptuur heb ik aan de andere kant gemaakt. Dus eigenlijk een iets andere benadering.